Goedenavond, dames en heren. Ik zou graag deze avond willen openen. Mijn naam is Marianne Freiters, vicevoorzitter van de Dorpsraad. We hebben een schil en wij hebben eigenlijk de mensen die we inzetten of vragen om dingen met ons te doen. Of waar we aan vragen van, goh, kun je eens meedenken of kun je iets voor ons betekenen. Is eigenlijk nog een groep om ons heen. Dus we zijn eigenlijk al met een behoorlijk bestuur, maar we hebben nog meer mensen die in de Dorpsraad in meer of mindere mate actief zijn op bepaalde onderwerpen. Mocht je in de toekomst dat ook graag willen, uiteraard van harte welkom. Het doel van de Dorpsraad is eigenlijk om de mensen in de dorpskern aan zich te binden en op die manier daar ook iets voor te betekenen. En als tweede hebben we verbinden, waarbij we zeggen van nou, we willen ook mensen aan elkaar verbinden en verbinding maken met de gemeenschap van Rijsbergen, maar ook verbinding maken met de gemeente Zundert, waar we zo het formele stukje van zien. En daarnaast hebben we activeren. Wij willen eigenlijk ideeën en punten die leven in de gemeenschap omzetten naar acties en daar ook samen in de actie nemen. Dus dat zijn eigenlijk onze drie kernpunten. Het doet me echt genoegen om hier vanavond ook de ondertekening te mogen doen. Want zoals u weet, of misschien niet weet, maar Zundert kent al een aantal dorpsraden. Wat is dan de betekenis nog van zo'n dorpsraad? Nou, ik zie daar echt een hele belangrijke betekenis in, want het is die verbinding waar ik eigenlijk net ook mee begon en wat jij net ook zo mooi verwoord hebt. Het is de verbinding tussen onze inwoners en tussen de gemeente. En of dat dan de gemeenteraad is, of dat dan onze medewerkers zijn, of dat het bestuur is. Dat is wel waar je met elkaar voor gaat. Het dorp heeft haar eigen wethouder en in dit geval is dat Johan de Beer voor Rijsbergen. Thank you.